Ja, het CDA verzet zich dus tegen de politiek op de flanken, noemt zichzelf de partij van het moedige midden. En daar is niet iedereen het mee eens. Ik zie Forum voor Democratie als een middenpartij. En ik zie eerder de huidige lijn van de gevestigde politiek als een flank, namelijk als een extreem linkse flank. Ik bedoel, wat er nu gebeurt. Buma is natuurlijk gewoon een hele linkse man. Hele linkse man. En wat Buma gebeurt, wat er nu gebeurt. Dat is hij absoluut niet. Verwarring, een hele linkse man. Hoe kijk jij naar dit soort uitspraken, Wouter? Nou, het is verkiezingstijd. Forum Thierry Baudet willen zich natuurlijk onderscheiden en doen. Moet er een beetje om lachen. Ja, laten zien van ja, ik ben toch de redelijkheid zelf. En hij weet natuurlijk zelf ook wel dat misschien op een iets andere manier ook verteld zou kunnen worden. Maar ik vind het wel leuk, want hij is wel heel erg. Hij doet eigenlijk alsof hij de normale rechtlijnige centrumpoliticus is. En de rest is helemaal naar links opgeschoven. Ja. Ik denk dat we het iets meer naar de rechterkant moeten trekken bij hem. Maar je ziet wel dat Baudet er wel in slaagt om voor zijn kiezers heel duidelijke taal te spreken en daarmee ook veel kiezers te lokken. Waar je het CDA veel meer ziet worstelen van wat stralen we nou precies uit? Ja, middenpartij. Ja, ik ga morgen naar de stembus om lekker op een middenpartij te stemmen. Maar ja, nu zijn ze wel gekomen met ondermijning vinden wij heel erg belangrijk. Buma heeft er ook een interview over gegeven. Is dat nou verstandig om daar echt op in te zetten? Nou, ondermijning, veiligheid? Ja, dat is wel een typische CDA-thema. Veiligheid, orde, gezag, rust. Rust in de tent. Buma ziet dat het een beetje nogal uit de klauwen loopt met de ondermijning van de zware criminaliteit. En die doet serieus een aantal ingrijpende voorstellen daartoe. Dus dat is goed, maar weer heel erg richting die uitsprint van die verkiezingen. Nou.